Meneer Lubbers, het kabinet is vandaag de vergadering begonnen met terug te kijken op de ramp uiteraard in de Bijlmer. Zijn daar beleidsmatig bepaalde conclusies getrokken uit de gang van zaken? Sommige punten zeker. Iets wat al duidelijk werd aan het begin van de week, en wat ook eens in de ministerraad is vastgesteld, dat de opzet om bij zo'n enorme grote en tragische ramp de rampenorganisatie met name van onderuit te mobiliseren en dus niet de kern te leggen bij de minister van Binnenlandse Zaken, dat dat heel goed gewerkt heeft. Die heeft dat waar kunnen nemen. Er was heel spontaan, vonden de mensen elkaar goed in het Amsterdamse. Dus dat was één punt. Tweede is natuurlijk beleidsmatig dat er zich ook andere vragen voordoen. Bijvoorbeeld die waar mevrouw Maaidruk mee bezig is, de analyse van het ongeluk. Samenhang, dan kom je natuurlijk straks nog op met vliegveld. Mm-hmm. En ruw gesproken, al twee kwesties die dan iedere keer aan de orde komen. Vliegvelden, toch dicht bij grote steden en de woningcentra, die je over heel Europa veel hebt. Dus één vraag. En de tweede vraag is natuurlijk het gebruik van die vliegvelden. Mm. Vliegroutes, banen, et cetera. Ik wil er helemaal niet op vooruitlopen, maar dat moet natuurlijk allemaal beide. Oorzaken van ongeluk. In relatie ook met vliegvelden moet natuurlijk heel goed uitgezocht worden. Ja, nou zal er ongetwijfeld ontzettend veel onderzoek volgen, ontzettend veel cijfers, statistieken, kansberekeningen. Ja. Maar als je het zo ziet, dan zou je kunnen zeggen, het is toch duidelijk dat zoveel luchtverkeer in zo'n dichtbevolkte streek, boven zo'n dichtbevolkte stad, eigenlijk niet kan. Dat hebben we toch deze week gezien. Is dat nou een conclusie die voorbarig is? Ja, ik geloof dat je het zo zegt, het voorbarig is. Dat blijkt natuurlijk ook als je de kranten volgt, ook in de discussies van had men niet beter die aanvliegroute kunnen nemen? Ik ga die varianten niet noemen. Die discussies zouden er überhaupt natuurlijk niet zijn als je zegt, je hebt alleen vliegvelden in een leeg gebied. Vliegvelden in een leeg gebied lijkt me in die zin wat optimistisch. Los van wat er allemaal is in de wereld, is er daarnaast is het ook wel een gegeven dat vliegvelden trekken ook weer activiteiten aan. Het is ook vaak de groei van bepaalde centra die het weer veroorzaakt. Dus als u zegt, ja, er zit toch een enorme tragiek in, dan is dat waar. Maar u heeft er op dit moment eigenlijk geen antwoord op? Nee, inderdaad. Want je kan Schiphol niet ineens sluiten? Ja, maar verder gaand, het gaat natuurlijk niet alleen om Schiphol. Dan gaat het natuurlijk om veel meer. Ja. Is Schiphol zoals het nu is al een probleem. Er zijn plannen om Schiphol qua capaciteit naar het jaar 2000 toe te verdubbelen. Ja. Zegt u nou, die plannen die daarvoor liggen, zullen we in het licht van wat er nu gebeurd is aan strengere eisen moeten onderwerpen? En de vraag is dus of dat wel kan doorgaan? Ja, ik begin wel aan de andere kant. Ik begin eerst met de gelukkig goed op gang en onderzoek naar de vliegtuigen. Want je moet het ongelukken voorkomen door goede vliegtuigen, is natuurlijk toch het eerste. Tweede kom je dan bij de kwesties van hoe gebruik je aanvliegroutes, et cetera. Mm-hmm. Pas dan komt die derde vraag aan de orde. Ja, om u een handje te helpen om uit te leggen hoe moeilijk het is. Als nu een ongeluk gebeurd was door dat, want hier zitten natuurlijk veel toevalligheidsfactoren bij elkaar. Doordat een vliegtuig in een stadion gekomen was waar een sportwedstrijd aan de gang was. Ik noem maar iets. Mm-hmm. Kun je natuurlijk zeggen, wat moet de afstand zijn tussen vliegroutes en stadions? Dat zou je dan ook uit moeten zoeken weer. Zo zijn er een hele hoop vragen te stellen op dat terrein. Ik vind ook goed dat zo'n ongeluk niet alleen, hoewel dat op de eerste plaats staat, bezien wordt in de tragiek met betrekking tot alle mensen en vermisten die het aangaat, maar dat ook beleidsvragen, zoals u het stelt, niet verstopt worden, dat die rondig aan de orde komen. We moeten oppassen, denk ik, dat we dan te gemakkelijk dat wat gebeurt is zeggen, nou, dat is dan het soort ongelukken wat kan gebeuren. Al het andere kijken we weer niet naar. Het zijn altijd een tal van afwegingen die je te doen hebt. En dat is niet om het achter cijfers weg te duwen, maar gewoon om het ernstig en serieus te doen. Een van die afwegingen is natuurlijk aan de andere kant dat Nederland zo'n luchthaven met zoveel economische werk eromheen ook niet kan missen. Dat zou je kunnen zeggen, maar ik wil er dit onmiddellijk aan toevoegen. Welke grote activiteit het ook betreft, of het nu een haven is, waar grote olietankers binnenkomen, of een luchthaven als Schiphol. De geschiedenis leert dat als je heel kritisch bent, iedere keer weer veiligheid te verbeteren is. De goede voorschriften, de goede controle, dat net nog weer een slag beter te doen. En dan heb je nooit 100% zekerheid, maar dan kan ook ieder ongeluk leiden toch weer tot een verbetering van veiligheid. Want dat is de vraag die ik u daarnet stelde. Heeft u nou zelf de indruk dat de criteria, de eisen aan Schiphol in de huidige situatie en zeker als het verder wordt uitgebreid, verscherpt moeten worden? Dan zegt u eigenlijk zo mogelijk ja. Nou, maar het gaat dus met het woord zo mogelijk. Maar er is alle aanleiding om er naar te kijken. Juist.
Wat dat betreft, de ramp. Zondag gaat u naar de herdenking. Ja. Heeft u wat dat betreft nog een boodschap? Ik bedoel eigenlijk, er is wat kritiek op de hulp. In die zin dat de financiën niet helemaal goed zijn geregeld. Er was kritiek op Amsterdam omdat dingen moesten worden terugbetaald. Er zijn mensen niet verzekerd. Is de nationale overheid daar nog bij betrokken? Wij zijn een soort achtervanger geweest. We hebben allereerst heel veel respect voor wat meteen op gang kwam. Ik zei het al. Ik heb veel respect ook voor de uithandelingsvermogen van, laten we zeggen, van de burgemeester tot de brandweerman die daar de hele week gewerkt heeft. Ik vind dat je dat ook mee moet tellen als er is een misverstand geweest is en dergelijke. Dat is mensenwerk, dat kan niet anders. We hebben als Rijksoverheid geprobeerd vanuit verschillende ministers en ministeries steun te verlenen. En dat gaat natuurlijk door. Dus als er van hieruit bepaalde vragen opkomen die niet Amsterdam, zal ik maar zeggen, oplosbaar zijn. En dan laat natuurlijk Amsterdam niet. En de mensen die daar gaan niet in de steek. Daar kunt u wel van verzekerd zijn. Goed, ik dank u wel.